zijn JW in Hexham. We zijn een bespanend bedrijf en we staan 55 jaar familiebedrijf. En we zijn toeleveranciers voor diverse industrieën met allemaal verspanende delen. Ik heb 12 CNC verspanende machines staan. Eigenlijk het complete plaatje om een product klaar van de machine te krijgen. En dan zie je vaak hele kundige mensen die machines kunnen instellen. Die zie je dan alleen maar producten in- en uitzetten. En denk van ja, daar heb je gewoon de handen van een robot voor nodig om dat te vervangen. En dan kunnen die jongens gewoon een tweede machine erbij pakken om die in te stellen en daarmee aan de gang te gaan. Ik heb verschillende robots zelf bekeken, maar Celrode was een van de weinigen, of dan niet de enige, die heel specifiek aanpassingen kan. De meesten zeggen van hier is een robotcel en dat is het. Daar kan geen variatie in ontstaan en bij hun kon je andere grippels, je kunt andere bekjes pakken, je kunt de laders anders indelen. Je kon eigenlijk zoveel meer dan dat en dat is precies wat wij nodig hebben. Dus omdat we veel ruimte tussen de spullen hebben, moeten we een robot hebben die ook stangen aan kan, die moet stompen, gewoon assen, van alles moet hij eigenlijk kunnen verwerken. En de mogelijkheden van de variaties die we aankonden op deze Celro was eigenlijk wel degene die de keuze heeft bepaald. Je kijkt daar heel lang tegenaan, van ja, robot denk je altijd aan massa. En wij hebben hele specifieke groepjes van producten die soms met 10 stuks, met 20 stuks lopen, maar ook met een paar 100 stuks. Dus daar hebben we, ja, na lang twijfelen eigenlijk, ben ik het gesprek aangegaan met Celro. En daar hebben we de hele productrange bekeken. En uit die productrange kwam gewoon uit dat wij 60-70% daarvan door middel van robotbelading op de machine konden krijgen. Ja, en dan wordt het interessant en dan ga je er ook over nadenken. En dan neem je het gewoon mee in je budgetplanning. En de volgende stap is dan machine met robot. We hebben deze machine Lex genoemd. Dat is een oud collega van ons. Die is in januari helaas overleden aan de gevolgen van ALS. En daardoor als symboolnaam toe hebben we een Lex genoemd. Wat de robot eigenlijk alleen maar doet, is het product inladen en uitladen. Wij kunnen dus in combinatie met de robot bijna al onze producten daar kwijt. Waar wij naartoe willen is dat één man het overzicht heeft over 2 of 3 machines. En door de robotcel ervoor te plaatsen kan één man aan de machine werken terwijl hij alleen de controle hoeft uit te voeren op de robotcel. We hebben Martijn de hele cursus laten volgen van en de machine en de robotbediening. En die beheerst hem gewoon goed. Ja, het is een vrij eenvoudige machine voor mij om te bedienen. Alles staat in de schermpjes duidelijk aangegeven. Het stelt eigenlijk niet heel veel voor. Dus hier op het scherm de dingen allemaal ingeven. En dan gaat het allemaal automatisch. En dan weet de robot zelf waar het die zit en waar het die in de machine het product welk moet pakken. Ik vind gewoon echt het gemak waarmee je hem programmeert, machine op gang hebt. En ja, tot nu toe is die bedrijf zeker.